inmiddels andere baantjes hebben. Uiteindelijk lukt het Jake en Elwood om de band bij elkaar te krijgen en doen ze enkele optredens. Tijdens een slotoptreden krijgen ze voorschot op een platendeal. Nu hebben de broers Blues voldoende geld om het weeshuis te redden. De tijd dringt echter. Chicago en het belastingkantoor zijn ver weg. Maar vrolijk gaan de broers op pad. Niet wetend dat de politie, een groep neonazis, Jake's oude vriendin, het leger, de staatspolitie en een woedende country- en westernband achter hen aanzitten. Dames en heren, dit mag u vanavond allemaal beleven in de nieuwste show van onze eigen juniors.